We bevinden ons hier op de bouwsite van het Mossaras-project. Mossaras is gelegen aan de Spaans-Portugese grens, halverwege tussen Lissabon en Sevilla, aan de oevers van het Alqueva-stuwmeer. De bouwsite geeft van op een heuvel uitzicht op het convento van Orada, het klooster van Orada, dat in 1700 werd gesticht door de Augustijnermonniken. En dat een jarenlange traditie heeft gekend van gastvrijheid. Het was een rustplaats voor pelgrims, maar ook voor handelsreizigers die onderweg waren van Portugal naar Spanje. Het leek ons dan ook logisch om met ons project aan te knopen bij die traditie van gastvrijheid. En we hebben ook bij de benaming daarmee rekening gehouden. Dus refugio is eigenlijk een beschermde plaats. Een plaats waar mensen onderdak vinden en waar mensen zich veilig voelen. Het unieke van de locatie is eigenlijk de combinatie van enerzijds een natuurgebied. Achter mij ligt het natuurgebied van Alqueva. Dat zich over tientallen kilometers uitstrekt tot in Spanje. Dus voor mensen die 's morgens willen genieten van een zonsopgang en een symfonie van vogelgeluiden, is dat een paradijs. En anderzijds zitten we op wandelafstand van het centrum van Mossaras, waar er een tal van kleine restaurantjes zijn en drankgelegenheden.